Ongeloof bij de bewoners aan de Wiebena Heert in Bijhem. Dat iemand jarenlang dood in zijn woning ligt. zonder dat iemand ook maar iets in de gaten heeft. Het gaat er bij de meeste mensen niet in. In het appartementencomplex hier achter mij aan de Wiebena Heert. is het een komen en gaan van huurders. Met name veel jonge bewoners. Ik heb er een aantal gesproken en niemand die de man persoonlijk heeft gekend. Ook de bewoner van het naastgelegen appartement reageert verrast. Geert De Haas woont er nu een half jaar, maar heeft nooit iets gemerkt. Ja, misschien achteraf gezien het feit dat je er nooit iemand zag lopen, ook diegene zelf niet, maar voor de rest helemaal niks. Hier in het appartementencomplex ook niemand die hem gekend heeft, voor zover je weet. Nee, voor zover ik weet niet. Nee, iedereen die ik heb gesproken voor zover ik die mensen ken, die uh, ja, die weten het allemaal ook niet. Kennen hem ook allemaal niet. Nabestaanden trokken eind november bij de politie aan de bel, omdat ze geen contact konden krijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Op basis van de post en de staat waarin het lichaam verkeerde, wordt geschat dat hij twee tot drie jaar geleden is overleden. Woningcorporatie Nijeste, eigenaar van de woning, heeft nooit argwaan gehad. De huur werd automatisch betaald en zolang er ja, geld op de bankrekening staat uh, en de huur wordt overgemaakt, ja, dan komt het geld bij ons binnen en er is er geen signaal voor ons om uh, aan te nemen dat wij actie moeten ondernemen. Kennelijk stond er dus voldoende geld op de rekening van de man. Mogelijk kreeg hij een uitkering die nooit is stopgezet. Nijeste heeft contact gehad met de nabestaanden, maar wil verder niet op de zaak ingaan. Dat is iets tussen ons en de familie uiteraard. En wat wij af hebben gewikkeld is het feit dat, uh, dat die huur opgezegd moet worden. En uh, dat er afspraken gemaakt moeten worden over, uh, over he, wat er dan nog in die woning staat. En dat hebben wij afgehandeld met de familie. Maar kennelijk had de familie dus ook geen contact met hem. Nou, blijkbaar niet. Nee. De man woonde sinds 1990 in het appartementencomplex... De woning is inmiddels leeg gehaald en wordt binnenkort gewoon weer verhuurd.